Al deze studenten wonen ergens, leven ergens en gaan ergens naar school. Vandaag sta ik in Enschede bij Hogeschool Saxion, waar Ulsanne op school zit. Ze doet de opleiding Creative Business. En nou doet toevallig onze andere student Melvin ook Creative Business. Hij loopt vandaag namelijk een dagje mee met Ulsanne. Maar gaan boeit natuurlijk. Hallo allemaal en welkom bij Cover Up the Student Shirt. In Cover Up the Student Shirt zitten twee studenten voor een dag aan elkaar vast. Gedurende de dag doen ze een aantal challenges en aan het einde van de dag zullen ze je vertellen wat ze van het huis en van de dag vonden. Welkom bij Cover Up the Student Switch. Ik ben Ulsanne, ik studeer Creative Business in Enschede en ik woon hier ook sinds een paar maanden op kamers in Enschede. En vandaag gaat Melvin met mij mee, dus ik heb er zin in. Hallo, ik ben Melvin van der Kooi, ik ben 22 jaar, ik studeer Creative Business aan de NL Oostende. Ik kom uit Harlingen en vandaag ben ik in Enschede om met Ulsanne mee te lopen om erachter te komen hoe het is om op kamers te wonen. En waarom wil ik dat weten? Omdat ik binnenkort zelf ook zelfstandig wil worden en ook op kamers wil gaan. En hoe kan ik dat nou beter ontdekken dan hier in Enschede bij Ulsanne mee te kijken hoe het is om op kamers te wonen? Hey, Ulsanne, dit is Melvin. Melvin, dit is Ulsanne. Hallo. Ik ga jullie nu voor de rest van de dag aan elkaar vastboeien. Nee. Oh, oké. De hele dag? Ja, de hele dag. Oh, gezellig. Dus ik heb geen idee wat je allemaal van plan bent, maar hij zit aan je vast. Nou ja, ik heb op zich gewoon les. Heel veel succes. Dit is wel inbreuk op mijn privacy dit. Moeten we nu zo? Ja. Je moet hier niet te slaan op, want dit is de fiets. Oh my god. Ik reed bijna jou aan, hè. Nice. Nou, welkom, hè. Doe de deur achter je dicht. Yeah. Ja, dit nice. Dit is de keuken. Daar gaan we eerst langs. Nou, fornuis. Pannen. Kastjes. Ja, dit is mijn kast. Erg mooi. Zo'n kast. Oh, lekker, hoor. Een lekkere kwark ook. Ja, daar zit alleen niks in, maar dat maakt even niet uit. En gasfornuis. Ja, je moet er ergens op koken. Ja, dat is zeker waar. En die oude dan. Ja. Kroonluchtig. Kijk, en dit is de woonkamer. Hier zit ik s'avonds wel met mijn huisgenoot gezellig filmpje te kijken. Ja. En dan, wat kijk je dan zo al? Tafel. We kijken altijd NCIS Crime Investigation. Boeio. Ik snap er persoonlijk niet veel van, maar het is altijd wel gezellig. Ja. Nou, dat is het een beetje, ja. Ja, weet je, zullen wij naar boven doen, een tour van het huis? Ja, zullen we doen? Ja, nou, let's go. Laten we gaan. Let's go de trap op. Yeah, wat een mooie trap, zeg. Zeker, mooi bekleed, hè? Ja, alles. En, dit is de badkamer, de eerste verdieping. Wow. Dus je ziet alles wat een badkamer nodig heeft. Ja. Yeah. Een mooi bad. Nog nooit in gezeten, maar nooit vast gezeten. Heel lekker. Nee, het ziet er ook niet uit dat hij nog gebruikt is. Nee. Het ziet er vrij nieuw uit. Ja. Nou, zullen we naar mijn kamer? Ja, is goed. Gaan we nog één omhoog? Gewoon nog één omhoog. Let's go. Nog een etage. Ik weet niet hoe we dit zo. Oh, ja. De beste kamer van het huis. Ja, de beste kamer van het huis. Helemaal op de zolder. Ja, waarom is het de beste kamer van het huis? Ja, gewoon lekker ruim, lekker hoog. Niemand die stoort, maar. Vertel eens, waar zit je op school? Op de NL Oostende te Leeuwarden. Okay, het is een leuke school, veel internationale studenten, dus je hebt heel veel ook internationale invloeden, wat ook heel leuk is. Ja, zeker. Het is ook goed voor je taal. En tot nu toe heb ik het wel naar mijn zin op de opleiding. Tuurlijk, er zijn wat ins en outs, maar dat heeft iedere opleiding wel. Dat ken ik, ja. Ja. Maar hoe gaat het bij jou op Saxion? Want jij volgt hetzelfde als mij, hè? Zeker. Ja, ik vind het erg leuk. Wij hebben specialisaties dan, dus ik doe nu de audiovisuele specialisatie. En dat vind ik wel heel leuk eigenlijk. Maar Melvin, jij woont dus bij je ouders nog? Ik woon dus nog bij mijn ouders. In Harlingen. Ik woon nog bij mijn ouders in Harlingen. Ik heb het daar nog wel naar mijn zin, maar dit begint al wel een beetje te kriebelen dat ik wel op mezelf wil. Dus net zoals jij, gewoon lekker een kamertje. Ja, dat snap ik. Het liefst
zonder huisgenootjes. Dat snap ik ook wel. Ik wil eigenlijk alles in één zelf hebben, dus badkamer, alles. Ja, lekker. Maar dat is best wel moeilijk zoeken, laat ik zo zeggen. Ja, ook wel duur lijkt het, toch? En duur, ja. Inderdaad. Dus, ja, mooi. En hoe is jouw woonsituatie? Want je woont nu op jezelf. Ja, sinds een paar maanden. Hoe, ja, vind je dat? Nou, is wel leuk, maar het is wel heel erg wennen, hoor. Ja? Want ja, je komt helemaal omdat je naar een andere stad verhuist, dus je kent hier natuurlijk niemand. Nee, want waar kom je van origine vandaan? Zwolle, ja. Zwolle. Dus ik woon hier altijd gewoon bij mijn ouders in Zwolle. En toen dacht ik opeens, nou, laat ik verhuizen, dat is leuk. Ja. Naar Enschede? Ja, nou, is ook wel leuk, maar ik weet, op sommige vlakken valt het ook wel tegen. Want we zijn dan niet een heel hecht huis en soms dan zit je hier best vaak alleen. Dat is wel wat minder. Maar ik zit nu bij een vereniging sinds kort, dus dat is wel heel leuk. Dat is leuk. En merk je ook een groot verschil met toen je nog thuis woonde in vergelijking met nu? Boodschappen zijn duur, man. Ja. Het leven is duur opeens. En koken natuurlijk. Ja. Voor de rest niet echt, nee. Nou. Dat is lekker makkelijk. Ja, zeker. Ik doe een hardlopen. Doe jij nog een sport verder? Of, Ja, ik doe een hardlopen. Echt? Ik train voor die marathon, hoor. Oh. Ik zweer het je. Het is tijd voor een challenge. Hé, eindelijk. Wil je bij mij naar beneden komen? Ja, tuurlijk. Kom, let's go. Let's go. Ik heb voor jullie hier een aantal ingrediënten liggen. Ja. Hiermee moeten jullie binnen 15 minuten een gerecht maken. En ik zet de timer. Nu. Oh. Succes. Oké, okay, nou, yo, ik denk dat we dit eerst moeten oppakken. We moeten eerst echt braden, dit allemaal. Dit kan later allemaal, dus echt? We gaan dit doen. We gaan eerst die kip doen. Pan nodig. Deze pan goed? Deze pan is helemaal goed. Oké, okay, dan iets olie. Wil je nog een lekker uitje erbij? Of? Oh, dat is wel lekker. Kijk, het groeit zelfs een plant uit. Heel. Dan moeten we even uitsnijden. Oké, okay, wacht. Eerst gaan we deze aan. Oh, dit is de verkeerde. Kan gebeuren. Kijk. Oké, pleuren we erin. Als jij vast een ui pakt. Oeh, dat is heel veel. Dat is wel veel, hè? Nu wordt het meer een soort gefrituur. Ja, ik pak deze. Ik ben niet zo goed met links. Kun jij deze open krijgen? Zeker, zeker. Oké. Okay. We hebben ook iets van. Kan het niet. Zo, ze hebben die kip wel goed ingepakt. Oh ja. Kijk nou. Oh shit. Het is zo niet verantwoord. Ja, lekker. Denk ik. Lekker, kipfilet. Nou, mooi, dan gaan we een ui snijden. Dan gaan we even een prachtig mooie ui snijden. En dan de paprika moeten we even snijden? Ja, de paprika ook. Okay, waar heb je een snijplan? Heb je ook een niffa of iets? Een niffa, ja man. Wil je de grote? Ja, die grote niffa, dat pas is wel... Pas op, hè, met één hand. Ah, dat klopt, dat is waar. We hebben ook een klein. Dat is ook mijn eigen huis, het is slecht shit. Dat ik dit niet weet. Oh! Oh! Oh, snel! Shit. Hij staat ook wel erg hoog. Ja, hij staat wel hoog. Oh, hij is echt aan het borrelen. Snel, terug. Oh, shit. Oh. Kut. Help. Oké, okay, deze gaat wat laag. Dat is een veel te laag. Oeh. Te hoog. Oeh. Krijg je stress van? Al die schillen zitten hier in mijn hand. Godverdomme, gast. Kijk dan. Nooit zo iemand dit is dan zo goed, slecht op uitjes snijden. Dit is toch gewoon normale mensen koken, weet je. Sure. In Harlingen vast wel, ja. Dit is het normaal. Enschede doen we het echt anders. Enschede, Coca-Cola. Nee, cola. Cola. Okay. Gast, pak gewoon die plank. Ik pak gewoon die hele plank. Kijk, ik kleur er alles voor je. Bijna. Oh my god. Ja. Ah, dat ziet er goed uit, hoor. Nou, die laten we lekker sudderen. Ja, even sudderen. Jongens, nog 10 minuten. Oh, oh, dat lukt makkelijk. Ja, maar dat lukt wel. Kijk, we willen alleen nog maar dit snijden. Alleen nog maar die... Wil jij die doen? Ja, doe jij dat? Hou je dat in de gaten? Ik ga dit helemaal... Ik ga dit omgooien, dat wil je niet weten. Oké, mag je wel je hand? Zeker. Prognose, ga je hem even heel hard zitten? Nu staat hij uit. Staat hij uit. Maar kan ik toch even naast zitten en dan moeten we zo meteen moeten snel zijn? Want ik weet ja, dan moeten we nu gauw naar de magnetron. Oké. Okay. We hebben geen magnetron. We hebben geen magnetron. We hebben geen magnetron. Oké, we gaan pakken al een andere pan. Weer terug. Oh shit. Ja, kijk, dit is hem hoor. Ja, dit is die pan waarmee we gewoon de hele wereld gaan veroveren. Kunnen we niet gewoon 20 doen? Ja, gewoon 20. Heb ik ook iets van saus? Oh ja, die saus heb ik hier. Die saus. Kijk, als we nu hier kaas op leggen, dan gaat het dat zo snel. Een tactiek, oh, joh. Hoe werkt dit? Oké, okay, wacht, idee. Dit gaat niet goed. Wow, wow, wow. Als een pro, hè? Als een pro. Ja, gewoon een ervaring hier. Ja, dat doe ik altijd met één hand. Shit, daar kaas, hè? Dat had ook goed zo gekund. Hebben we geen schaar? Wat doe ik moeilijk?
wacht, zo. En dan halen we er even twee uit. Kijk. Oké, jij maakt één open. Ja, ik doe er een eentje open. Ja. Oké, okay. Plak nummer 1, plak nummer 2. Oh, moest die kaas trouwens niet over die chips? Nee, joh. Nee. Zo zeggen we een hele gekke, mooie, prachtige, kip. Opgemaakte kip. Nee, je moet er toch maar één kip in doen, we moeten toch twee webs hebben? Natuurlijk, één kip. Ja, natuurlijk. Ja, één kip. Oh, Oké, snel. Let's go. Snel. Ja. Nice. Wacht. Gooi gewoon die pan op de kop. Doe niet zo moeilijk. Oh. Geef dat ding maar mee. Ja. Spatel. Ja, erbij. Ja, meer. Wacht. Compleet. Oh. Oké, nu andere bled erop. Eerlijk, het ziet er best goed uit. Het ziet er niet heel verkeerd uit. Ja. Jeetje, Mina, ik had eerst een politie die binnenkomt. Nou, inderdaad. Oh, nee, mijn kaas. Dan moeten we snel deze afmaken. Ja, deze kaas. Kippetje. Gooi, zet hem ook maar wat harder dan. Ja. Oh, maar dit kunnen we ook later. Weet ik niet. Oké, wacht. Dit moet even smelten. Even smelten. Ja, kom. Moeten we hier nog slaap even flikken, hè? Ja, oh, kus, we moeten die uit het bord halen. 7. Snel! Kom op, let's go! 4, 3, 2, 1. Ja, we zijn bijna klaar. Kijk, we flikkeren dit er nog even op. Mooi. 2,5. 2. Ja. Ik vind wel dat het er al prima uitziet, maar ik gun jullie nog wel om het even af te maken. Ja? We mogen jullie nog even. Oké, okay, slecht. Okay, zullen we dat doen? Oké, voorzichtig. Dit gaat niet goed. Dit zie ik al. Moment hoor. Oh, dat ging best wel goed. Nou, heb jij de eer? De dames eerst. Dankjewel. Hoeveel zullen we doen? Ja, zo is wel goed hoor. Het ziet er wel lekker uit zo hoor. Yeah. Kijk, die verse kaas erop dan. Kijk. Lekker. Dit is hem. En de chips? En om het af te maken hebben we natuurlijk ook nog een zak chips voor jou. Voor mij. Die doen we ook wel even over. Die zak chips, die maakt het helemaal af. Wacht, jij pakt die van. Hoe maakt het af? Nou, wrap met chips is lekker. Het maakt lekker krokantje. Lekker krokantje. En lekker kaas. En er zit ook nog een salsa dip bij. En die gaan we nu even. Als jij de dop eraf wil halen. Maar natuurlijk. Ja. Kijk, je ziet gewoon dat dit helemaal goed komt. Dit is helemaal geweldig. Kijk, daar is hij al. Dit hier zeg maar bovenrecht en hier. Ja, kijk. Ja. Nee, kijk, dat doen we lekker zo. Even. Ja, en we komen voor ver. Dus. Ja. Ik wil ook wel dat jullie even voor me oprollen. Ja? Ja. Oké, dat kunnen we wel doen, want daar is je ook voor gemaakt. Ja. Voordat je het zegt, want anders dan hadden wij dat niet gedaan voor jou. Maar omdat je erom vroeg en gelukkig dat je door had, rollen wij voor je op. Kijk, let op. We willen wel teamwork zien hoor. Ja, absoluut. Okay. Komt goed. Dat geeft je meer punten. Kijk, wat we hier nu gaan serveren is eigenlijk de nieuwe Mexicaanse Tex-Mex. Op een gegeven moment dan zie je gewoon dat die. Kijk, dat hoort zo hoor. Die chips die hoort eruit te vallen als het ware. Kijk, dit is hem. Dit is hem. Zo, dan tik je hem even goed aan. En dan zo. En dan. Ja. Nou, dat is dan echt de laatste set. Eet smakelijk. En dan is hij af. Vers, hè? Zo, dik hap. En? Nou. Wat vindt u ervan? Lekker. Tik hem aan. Jullie hebben het wel goed gedaan. Het smaakt lekker. Ja. Maar ik mis toch wel een beetje. Ja, nee, maar daarom moet je ook meer dit erbij doen. Dan wordt het iets beter. Ja, dan wordt het beter. Ja. Maar jullie hebben de tijd niet gehaald. Nee. Maar dat maakt niet uit in principe. Normaal gesproken zouden die kruiden het laatste setje moeten geven. Ja. Waardoor het wel lekker is. Maar in dit geval heb jij helaas geen smaak. Dus, precies. Pardon. Alleen in Enschede heb je dat. Zal ik maar even een cijfer geven? Ja, doe maar. Voor de smaak geef ik wel echt een 8, denk ik. Oh, toch wel. Maar, weet je, doordat het niet binnen de tijd was, ga ik toch wel weer richting tussen de 6 en de 7 ga ik zitten. Want ik gun jullie het wel een hoog cijfer. Een 6,5 dus? Ja, een 6,5. Nou, daar ben ik blij mee. Want de shift maakt het wel beter. Ja, dat is zo overheen iets. Ja, dat geeft wel echt. Dat geeft wel echt die laatste set. Dat geeft die laatste set. Die kun je wel plaatsen. Ja, dat kan.
Nou, ik ben het ermee eens. Top. Mag ik nu eten? Ja, iedereen mag nu eten. Hey! Dat is wel lekker zo, hè? Mm. Jeetje, Mina. Wat is dat? De NS belt. Hallo? Maar trein staat er. Ja, kom maar aan, man. Kom maar aan. Mijn trein staat er? Ja, het spijt, ik moet weg. Vooruit. Ik vond het gezellig. Ja, dankjewel. Dank ik wel. Vond het ook gezellig. Het was, was lekker. Ja, ik kijk ernaar uit om in de Harlingen te komen. Ja, ja, ik ook. En ik ga je even verwelkomen. Echt conform de Friese cultuur. Oké, dus oké. Maak je klaar. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, let's go. Let's go. Let's go. Zo. Nou, volgens mij hebben jullie het erg naar je zin gehad. Ja, ja. Maar volgens mij moet Melvin weg. Dus ik ga jullie nu voor vandaag bevrijden. Oh, heerlijk. Als het lukt. Als het lukt. Melvin, wat vond jij ervan? Ik vond het gezellig. Ik vond het leuk dat je me, nou ja, dat je zo gastvrij was om je kamer te laten zien. Zeker, ja. En de manier waarop je kookt. Daarnaast vond ik het leuk hoe je Enschede hebt laten zien in je college. Ja. En nou, ik heb nu wel een wat beter beeld gekregen van hoe het is om op mezelf potentieel te gaan wonen. En hoe jij dat ervaart en wat ik eventueel van kan meenemen in de toekomst, indien ik op kamers ga. Dus ik hoop mooi. Je te ontvangen in Harlingen. Ja, heb ik zin in. Ja. Ik zeg let's go. Ja, let's go Friesland. Ik ga weer naar beneden. Yo, is goed. Ciao. Doei. Ja, ik vond het een leuke dag. Het is leuk om een inkijkje te krijgen in een medestudent in een andere stad. En uiteindelijk dezelfde opleiding, alleen dan in een andere stad en een andere school. Het is toch leuk om te kijken hoe het, ja, om een korte snippet te krijgen van hoe, hoe een student leeft op kamers. Mooi huisje, dus ik heb een mooie dag gehad. Ik hoop haar binnenkort te verwelkomen in Harlingen. Ik vond het hartstikke leuk vandaag en ik kijk er vooral ook naar uit om, om in de toekomst naar Melvin te kunnen in Harlingen.